Maria Louise van Hessen-Kassel, beter bekend als Marijke Meu, overleed op 9 april 1765, exact 250 jaar geleden. 2015 is daarom uitgeroepen tot Maria Louise-jaar. Het hele jaar door zijn er diverse activiteiten die herinneren aan de jonge weduwe die uitgroeit tot de lieveling van het Friese volk. Maria Louise, de stammoeder van ons huidige koningshuis, woonde tot haar dood in het Prinsessenhof in de Grote Kerkstraat in Leeuwarden. We staan hier in het Prinsessenhof in Leeuwarden, in, ja, wat is het eigenlijk, de eetkamer van Marijke Meu, thuis bij Marijke Meu. Dit is inderdaad de eetkamer. Ze woonde hier vanaf 1731. Ze had besloten toen haar zoon stadhouder werd van Friesland, dat ze graag een eigen huis wilde hebben en had al een paar panden gekocht, hier in de Grote Kerkstraat. En die heeft ze laten verbouwen en tot één geheel laten maken door haar eigen architect, Anthony Coulon. En in de loop van de tijd, na haar dood, is het huis in delen verkocht, dus weer opgesplitst, en is heel veel van het oorspronkelijke verdwenen. Alleen deze eetkamer niet. Die is nog eigenlijk net zo als toen ze er woonde. We noemen haar Marijke Meu, we hebben het natuurlijk over Maria Louisa. Marijke Meu was een koosnaam eigenlijk van het volk, hè? Ja, dat was een naam die de bevolking haar gegeven had. Eigenlijk betekent het zoiets als tante, tantetje Marijke. En ze was geliefd, hier in de stad, maar ook in de provincie. Ja. Ze heeft wel een moeilijk leven gehad. Ze heeft een heel zwaar leven gehad, want je kunt je ook voorstellen dat als jonge vrouw is hier in de stad gekomen, in het stadhoudelijk hof. Daar woonde ze eerst met Johan Willem Friso, maar na amper 2 jaar huwelijk is hij verdronken. En ze had toen ook haar koffers kunnen pakken en terug kunnen gaan met haar zwangere buik en haar kleine dochtertje terug naar papa en mama in Kassel. En misschien was ze dan wel een keer opnieuw getrouwd, maar dat heeft ze niet gedaan. Ze zag dat er een taak was voor haar en ze is gebleven. In het prachtige Prinsessenhof, ik heb verhalen gehoord dat ze ook aan de kinderen die hier waren snoep uitdeelde. Ja, dat wordt verteld dat als ze in de koets door de stad reed, of ze schijnt ook een draagkoetsje gehad te hebben, dat ze dan uit het raam lekkers gooide. En daar zat ook wel eens een keertje wat muntgeld bij. Dat is natuurlijk nog leuker. Nou, we herdenken nou haar 250ste sterfjaar. Dit jaar genoeg activiteiten in om de stad. Een van de activiteiten is dus deze tentoonstelling die jullie hier in het Prinsessenhof hebben. Wat kunnen we hier allemaal zien? Nou, allereerst wil ik ook wel benadrukken dat we hem samen hebben gemaakt met onze collega's van Tresor. En we hebben eigenlijk 2 tentoonstellingen gemaakt. Eentje in het Fries Museum, eentje in het Prinsessenhof. Nou, hier in het Prinsessenhof gaat het meer over het persoonlijke leven van Maria Louise, achter de gevel van dit huis. Dus over haar kinderen. Er liggen bijvoorbeeld briefjes van haar kleinzoon. Eentje toen hij nog heel klein was en met grote hanenpoten schreef. En eentje in het jaar waarin zijn eigen moeder overlijdt. Maar er is ook een prachtig servies, een reisservies van Maria Louise. Dat hebben Wim Bruikling van het Koninklijke Huisarchief in Den Haag. Er is hier bijvoorbeeld ook een stukje van de zijde uit haar doodskist. Want hoe geliefd ze ook was, toch zijn de graven van de Nassau's, en zij was de laatste die hier begraven is, die zijn geplunderd tegen de Franse tijd aan. En er is een heel klein stukje zij uit haar doodskist bewaard. En door Joost Heerdes Halbertsma aan de collectie van het Fries Museum gegeven. Het geeft ook iets aan van de reliekwaarde die men... Men vond haar zo belangrijk dat zelfs een kleinigheid, net zoals dat je dat bij een heilige hebt in de Rooms-Katholieke Kerk, is van belang om te bewaren. En nog steeds blijkbaar, want ja, een jaar lang allemaal activiteiten omtrent Maria Louise. Ja, dat moet eigenlijk ook wel, want zonder haar hadden we natuurlijk ons huidige koningshuis niet meer gehad. We staan hier bij een vitrine met 2 handgeschreven brieven. Van wie zijn die? Die brieven die zijn van Willem, de latere Willem V, Willem Batavus, zoals die genoemd werd. Het ene briefje heeft hij aan zijn oma geschreven toen hij nog heel klein was. Dat is een hele ontroerende, want daar zie je dat hij precies hetzelfde doet als alle Nederlandse kinderen die leren schrijven. Hebt, niet met een B schrijven, maar met een P. En wat ik ook zo leuk vind, hij ondertekent hem heel groot met
prins van Oranje. En dan denkt hij, oh, maar ik heet ook nog Willem. Dus dat staat er dan onder. Nou, dan is hij nog maar heel erg klein als hij deze schrijft. Als hij die andere brief schrijft, dan zie je dat het niet meer in het Nederlands is, maar in het Frans. Want dan is hij inmiddels een puber. En is zijn moeder in dat jaar van die brief overleden. Anna van Hannover. En schrijft hij aan zijn oma. En die oma, die moet ook op dat moment, als zijn moeder overleden is, de plek innemen en weer regentes worden. Voor deze jongen. Juist. En die oma, dat is dan weer Maria Louise? Die oma is Maria Louise, ja. Dus eigenlijk moet ze, als ze al zeer op leeftijd is, moet ze opnieuw weer aan de bak.